U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag op veel plaatsen bewolking, hoewel de dag op sommige plaatsen nog zonnig begon. Maar van het noorden uit trokken dikke wolken over Nederland. Nederland ligt in de witte cirkel. En alleen in Zeeland zagen we wat vaker opklaringen. Nou, dat wolkenpakket op de Noordzee moet nog helemaal over gaan trekken. Dus vooralsnog maken opklaringen nog niet heel veel kans. Uit de dikke wolken viel ook van tijd tot tijd regen. Er trok een buiengebied van noord naar zuidoost over het land. Maar inmiddels zien we dat de meeste neerslag het land toch al aan het verlaten is. En dat betekent vanavond dat het op veel plaatsen droog wordt. Temperaturen gaan dalen naar 12 tot 14 graden en voorzichtig klaart het af en toe ook wat op. Wind blijft doorstaan, krachtig langs de kust, een windkracht 6. Vannacht neemt de wind af. In het zuiden en zuidwesten krijgen we meer opklaringen. In de rest van het land zien we nog vaak wolkenvelden. En met opklaringen koelt het af tot een graad of 9 in het zuidwesten van het land. En misschien dat er lokaal ook wat nevel ontstaat. In de rest van het land onder de wolken temperaturen van 10 of 11 graden. Dan morgen zonnige periode, als eerst in het zuidwesten, dan het midden en later ook in het noorden van het land. Er ontstaan wat stapelwolken in de loop van de dag en heel misschien valt er in het binnenland nog een enkel buitje. Matige tot vrij krachtige westelijke wind en temperaturen tussen de 18 en maximaal 21 graden. Die temperaturen gaan langzaam omhoog. Donderdag is het in het binnenland 22 graden, vrijdag zelfs 22 tot 25 graden. Donderdag een verspreide bui, vooral in het noordoosten. Vrijdag eerst zon, later meer wolken en van het zuiden uit in de avond vooral kans op een regen- of onweersbui. Dan is het zaterdag alweer wat minder warm, gemiddelde graad of 20. Bui blijft mogelijk en tussendoor is er ook ruimte voor wat zon. Dan is de grote vraag, wat gaat er in de loop van het weekend en volgende week gebeuren? Komt die zomer nou wel of niet? Nou, de kans op zomerweer, meer dan 25 graden, nemen geleidelijk aan wel toe volgende week. En dan zitten ze al heel snel in de buurt van de 50%. En als die warmte dan echt ons land weet te vinden, dan zou het wel eens tropisch kunnen worden, met een kans tot tegen de 30% op woensdag van meer dan 30 graden. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de onzekerheid heel groot is. Midden volgende week liggen de maximumtemperaturen zo ongeveer tussen de 20 en uiteindelijk misschien wel meer dan 30 graden. Maar goed, de spreiding is dus heel groot, dus eigenlijk kunnen we er nog steeds niet al te veel van zeggen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.